Goedendag, de nieuwe 30-daagse. We gaan eens kijken wat de maand september gaat brengen. Want deze 30-daagse gaat vrijwel helemaal over september. Betekent ook dat die over de meteorologische herfst gaat, want die is 1 september begonnen. We zien dat hier ook mooi. Aan het strand staan. Maar het ziet er uit dat het helemaal niet zo herfstachtig gaat worden. Zeker de eerste helft van september ziet er zelfs zomers uit. Laten we maar eens naar de kaarten gaan kijken. Maar voordat we dat doen, kijken we eerst even naar wat gemiddeld is voor september. Want in een 30-daagse weersverwachting kijken we altijd wat de trends zijn, ten opzichte van wat normaal is, wat gemiddeld is voor de maand. Nou, als we naar neerslag kijken, dan zien we dat er in september best wel wat neerslag kan vallen. Er zijn grote verschillen in het land. Gemiddeld genomen valt in de kustgebieden verreweg de meeste neerslag, lokaal meer dan 100 mm, terwijl in het oosten en zuidoosten er minder neerslag valt, 55 tot 70 mm normaal gesproken. Heeft natuurlijk alles te maken met het zeewater, wat in deze tijd van het jaar bijzonder warm is. En bij een westelijke circulatie kan dat juist voor extra buienactiviteit zorgen. En dan valt de meeste neerslag in de kustgebieden. Gebieden. Wat de temperatuur betreft, de maximumtemperatuur in de maand september ligt zo aan het begin van de maand rond de 20 graden. Dat is dan gemiddeld genomen in heel het land. In het zuiden is het vaak nog iets warmer, in het noorden daar is het meestal een paar graden koeler. En dan naarmate de maand vordert, gaat die maximumtemperatuur gemiddeld genomen natuurlijk dalen. Die komt dan uit zo rond de 18 graden. Nou, laten we maar eens gaan kijken of we die temperaturen gaan halen. Ik heb goede hoop dat dat gaat lukken. Sterker nog, het wordt een stuk warmer. En dat heeft te maken met het feit dat ons patroon, ons luchtdrukpatroon, de komende tijd zal gaan afwijken ten opzichte van wat gebruikelijk is. Normaal een westcirculatie. Het ziet eruit dat we nu meer in de Oosthoek, oost-zuidoosthoek gaan zitten. En dat komt door een hoogdrukgebied dat opbouwt vanaf de Azoren richting Europa. We krijgen zelfs te maken met een. Eurohoog, zoals we dat ook wel noemen. Met de kern boven het centrale deel van Europa. En dat betekent voor Nederland een Oost-Zuidoostelijke stroming een aantal dagen. Het hoge drukgebied lijkt zelfs ook nog stand te houden in de tweede week van september. Hoewel het dan wel wat meer naar het noorden gaat trekken. Aan het eind van de eerste week zien we wel wat buienactiviteit. En dat komt omdat boven Frankrijk er echt flink wat onstabiliteit aan het eind van de week gaat komen zoals het er nu naar uitziet. En dat heeft mede te maken met het feit dat het in Frankrijk bijzonder warm gaat worden. Gaat u nog een weekje naar Frankrijk, hou er dan rekening mee dat het echt wel puffer wordt... met temperaturen die een stuk hoger zijn dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Maar ook in Nederland is dat het geval. Ik heb hier nog even de pluim staan en dan kijken we naar komend weekend... en dan zien we temperaturen die vrij aardig rond de normaal liggen. In het zuiden van het land zal het wel iets warmer worden, maar meteen... Aan het begin van de nieuwe week temperaturen die omhoog gaan. We komen zelfs uit rond de 30 graden of tegen de 30 graden aan. In het zuiden is dat ook wel mogelijk. In ieder geval waardes tussen 25 en 30 graden in een groot deel van het land. En dat is duidelijk warmer dan wat gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. Na het, week het tweede weekeinde gaat de temperatuur geleidelijk aan wel weer wat dalen. En komen we uit op waardes die gebruikelijk zijn voor deze tijd van het jaar. Of er nog iets boven liggen. Laten we maar eens kijken naar de kaart van het Europees model. En die laat heel duidelijk zien die warmte boven Frankrijk komende week. Drie tot zes graden boven wat gebruikelijk is. En Nederland pakt daar ook wel een stukje van mee. En dat zorgt dus voor die hoge temperaturen die we gaan krijgen de komende periode. Heeft dus alles te maken met die luchtdrukverdeling. We zien de hoge druk. Uh, ten noorden van Nederland liggen. Dat betekent dat wij die oostelijke stroming gaan krijgen, oost-zuidoost. En dan krijg je aanvoer van warme lucht, vaak ook droge lucht, waardoor de zon flink kan gaan schijnen. Echt wel een zomerse tint hoor, de komende week. Kijken we nog een weekje verder, dan zien we nog steeds dat die warmte wel aanwezig blijft. Iets minder uitgesproken, maar het wordt evengoed nog een warme week. En dat komt ook toch wel omdat we nog steeds een luchtdrukverdeling zien die uh, ja, de hoge druk ten noorden van ons heeft. Als we een week verder gaan kijken, 18 september tot 25 september, dan zien we wel weer een kleine verandering. Want dan gaat lage druk ook wel weer een rol spelen in onze omgeving. Temperatuur blijft wel iets boven normaal. Maar wat we wel zien is dat het drogere weer ja, gaat verdwijnen. Het wordt vrij normaal als het om neerslag gaat. We zien zelfs wat groene plekjes. En dat geeft aan dat er hier en daar toch echt wel een paar forse buien kunnen vallen. Waardoor dat weekgemiddelde iets hoger kan gaan uitkomen dan wat gebruikelijk is voor die tijd van september. Kortom, als we de boel gaan samenvatten, dan zien we echt een zomerse start in september. Die houdt misschien wel twee weken aan. Verder blijft hoge druk lang domineren. Misschien ook nog wel eind september. Het is helemaal nog niet zeker dat die lage druk er echt goed in gaat komen. Dus mogelijk dat heel de maand hoge druk blijft domineren. En dat zou betekenen dat het ook een vrij droge maand wordt. Ik zie in ieder geval niet dat het bijzonder nat gaat worden. Dat zit in de huidige weerkaarten nog niet ingesloten. Nog een fijne dag.